Frits, hoeveel kilometer is het nog naar Spanje? Naar San Sebastian is dat 283 kilometer. Oké, we zitten nu ter hoogte van Bordeaux. Ja, maar het is net, hoe laat is het? Even kijken, het is 10:50. Nou, we zien het wel dan. Ja, maar we zullen van tevoren wel eerst nog een keer stoppen ergens. Ja, tuurlijk. Maar eerst eten we lekker onze boterhammetjes op. Ja. En de koffie. God. Onze plannen voor vandaag zijn alweer gewijzigd. Het is vandaag dinsdag. En het blijft een beetje een bewolkte dag vandaag. En regen.
Dus hebben we besloten om naar Bilbo te gaan. En dan gaan we op familiebezoek. En waar ga je heen? Naar het station. Naar het station. Oké. Zo, daar zit je, Frits. Ja. Bergaf nu, hè? Nu gaan we bergaf. Ja. Ja, want een behoorlijke steile. Ja. Nou, dan moeten we naar het station. Ik weet niet, hij verstond me niet, dus hij zegt nou naar beneden. Dus ja, we komen naar beneden. Wel naar beneden. Nou, we moeten bij de rivier zijn, dat weet ik. En daar is het station. We gaan hem meemaken. Thank you.
Hallo. Ja, we hebben Bilbao weer achter ons gelaten. En Nicolien en Robin, hartstikke bedankt voor de mooie, gezellige dag die we hebben gehad. En de kleine rondleiding door Bilbao. En het was alleen jammer dat het bijna de hele dag volop heeft geregend. En ook vannacht kwam de regen met bakken uit de lucht. Het was net alsof ze de emmers leeg scheurden bovenop de camper. En vanmorgen werden we ook zo wakker. Dus we hebben besloten om weer verder te gaan richting Portugal. En waar we weer landen, dat zie je in ons volgende filmpje weer. Oké, hoi hoi.